Hallo, dit is TVL Koken met Jantje. Ik ben van Kasteel Eikholt en ik ga vandaag een heel lekker fruitig gerechtje maken. Het is leuk om eventueel als een speciaal ontbijtje te geven. De kinds het ook een beetje alcoholisch maken, dus het is een leuke cocktail. De zus er zelfs een variant van maken kunnen maken als hartig hapje. Maar dat laat ik zodra ik even weten. Wat is de bedoeling? We gaan een smoothie maken. Dat gaan we serveren in het grote weeglaas. En dan maken we zo'n bakje erop. En dat bakje gaan we vullen met een hele lekkere fruitsalade. Nou, ik heb voor vandaag meloen, ananas, appeltjes en sinaasappel. Voor het sapje gebruik ik even alleen meloen en ananas. Voor de salade doe ik de appel en de sinaasappel erbij. Eerst de shell eraf halen. Dus dit gaat gewoon in grove stukken in de blender. Of welk apparaat als een sapcentrifuge hebt, mocht dat ook. Dat het andere stukje meloen even zwart is, dan gaan we daar de fruitsalade van maken. Ik pak nu even de ananas erbij. Dat we het misschien kunnen laten draaien. Het is altijd belangrijk als ze fruit sniet of groente, dat ze veilig sniet. Het heeft te maken met dat een product recht kan blijven staan. Als ik zo begin te snijden, dan gaat het sowieso al mis. Dus zo sta je het recht en dan kun je ook heel gemakkelijk de schil ervan afhalen. Dan begint eigenlijk gewoon wie dat de ananas is, ga je ze met rondje snijden. Het makkelijkste is om precies neven de kern te gaan snijden. En dan maakt ze eigenlijk een vierkantje. En wat wil ze over? Dat is de kern. En dat kunt ze weggooien. Dat is eigenlijk de makkelijkste manier. Nou, twee stukken ananas. Ik voeg er een klein beetje honing aan toe. Net even het extraatje. Even curry maken. Klein beetje spaarrood. Ik vind het lekker om er een klein beetje limoen aan toe te voegen. Net een beetje dat extra zuurtje, de bite. Laten we hem nog even draaien. Zo. Dat schenk ze in de glazen. Een hele mooi sapje, smoothie op basis van fruit. Heb je gesmolten boter. Filodeeg is flinterdun. Dan strik ze het in met gesmolten boter. Ik heb geen kwastjes even met de vingertjes, maar doet je toe zo wel eens dingig. En dan maken ze drie laagjes over elkaar. Boter is puur voor de smaak, maar ook dat het aan elkaar blijft plakken. De oven heb ik ondertussen al laten vuur verwarmen op zo'n 180, 200 graden. Want het hoeft me heel even, omdat het deeg natuurlijk heel dun is. Omdat het een zoet hapje is, doe ik een klein beetje suiker eroverheen strenkelen. Zodat we dadelijk ook geen suiker meer aan de salade over toe te voegen. Dit gaat even de oven in. Het zal ongeveer 4-5 minuutjes zijn, ongeveer, totdat er mooi knapperig en zo groot bruin. En ik kan ze ondertussen de fruitsalade maken. De meloen. Ik begin eigenlijk eerst met repen te snijden.
om vervolgens nog fijnere reepjes te maken en dan kleine blokjes. Waarom wil ik het lever fien? Omdat ze dadelijk het hapje gaan ze opeten. En als ze allemaal grote stukken zitten, dan weet je gewoon heel lastig. En als niet zit, door in het midden. En dan krijg je kleine blokjes. Doe hetzelfde met de ananas. Het fijne is dat ze nu van die rechte stukken hebt, omdat ze het net heel strak hebt afgesneden. Kunt ze ook mooie blokjes maken dadelijk. Wie de appel laat ik het nog een keer zien. Wie dat ze dat het makkelijkste kunt doen. Maak ze hier weer dunne reepjes. En de andere kant op maak ze blokjes. Oké. Dan hebben we de sinaasappel. Dan kunt ze hele mooie partjes uithalen. Kan een leren heet je het. Dan ga je eerst het schilletje eraf halen en dan ga je ze tussen de vliesjes doorsnijden. Klinkt lastig, maar vult reuze met. Kopje en kontje eraf. En dan zuur ze wie dik de shell is. Dat is natuurlijk bij iedere sinaasappel verschillend. Maar dan zuur ze de sinaasappel van binnen, de witte en de oranje rand. Het witte ga je eraf halen. Dat doen we als volgt. Natuurlijk, de sinaasappel is dadelijk handig bij de appel. Een beetje het zuurtje, omdat het anders heel snel gaat verkleuren. Nou, dan hebben we nu eigenlijk de sinaasappel over, maar er zitten nog vliesjes in. En soms kunnen er ook pitjes in zitten. De zuur zie allemaal kleine witte vliesjes. En door ga je ze tussendoor snijden. Dus het begint aan de ene kant van het vliesje. De kiks wanneer het stopt en dan ga je ze tussendoor. En zuur zie je al direct een pitje. Nou, dat haalt ze er goed. En dan heb ze dus eigenlijk een partje sinaasappel. Wat gewoon heel lekker is, want er zit geen schil meer aan, geen vliesje. En dat kunnen we ideaal gebruiken in een fruitsalade. Dus dan heb ze eigenlijk nu enkel de vliesjes over. Dat kniep ze goed. Zodat ze eigenlijk de hele sinaasappel heeft gebruikt en dit is puur afval. Nou, dan gaan we door naar de appel. Het klinkt natuurlijk heel makkelijk, snij de appel in leuke kleine blokjes. Ik merk tijdens de kookles dat niet zo heel gemakkelijk is. Mensen gaan altijd eerst het appeltje schillen, dan gaan ze de partjes uithalen en dan halen ze het klokhuisje eruit. We proberen daar dan nog maar eens mooie blokjes van te maken. Wie is het makkelijkste? Gewoon met schillen al. Het heeft misschien ietsjes meer afval, maar het gaat wel wat sneller. Nogmaals, wat ik zag, altijd zorgen dat ze veilig snijden, dus de onderkant moet plat zijn. En dan ga je ze partjes maken, of de blokjes maken. Dan maak ze plakjes door het helemaal tegen de klokhuis aan te snijden. En dan heb ze de klokhuis over. En dat kan uiteraard weg. Vervolgens hebben ze allemaal plakjes. En dan ga je ze weer reepjes van snijden en vervolgens blokjes. En wie het bakje. Kunt ze ze eruit halen. Laat het altijd even afkeulen. Anders wordt het fruit heel snel bruin. Dus we hebben hier sinaasappel, meloen en appeltjes. En dan duwen ze boven in de bakjes. En dan hebben ze eigenlijk een heel vrolijk glaasje. Ik zag in het begin van de uitzending de kindje ook een hartige variant opmaken. Ik heb een keer bij een feestje bij mensen toes, heb ik een glaasje prosecco, wie dat ze binnenkomen. En hij heeft bovenop ook zo'n filodeegbakje, maar het haagt dan gevuld bijvoorbeeld met carpaccio of een beetje roastbeef of een beetje zalm tartaar. De kind ze in feite in variëren wie dat ze wil, maar het is natuurlijk hartstikke leuk als ze ergens binnenkomt en daar heb ze zo'n feestelijk glaasje in handen. Daar heb ze 2 in 1. Dit recept is uiteraard even snel te kijken op tvl.nl. En ik nu Gerroet voor de volgende week. En smakelijk!